belangrijker is dat verdachte net vanaf 3 juli 2013 voorwaardelijk in vrijheid is gesteld. Hij heeft 5 jaar boven zijn hoofd hangen. Voor het laten ombrengen van zijn vorige vrouw, wat overigens niet is gelukt. En dan op 27 juli 2013 gebeurt dit. Medio vorig jaar kon hij weer als arts aan de slag omdat hij aan het einde van zijn celstraf zat. De arts verzweeg zijn verleden en dat leidde tot een arbeidsconflict met Livio. En dat conflict eindigde voor de rechter. Ik vorder herroeping van de VI voor een periode van 365 dagen. De arts erkende dat hij schuldig was aan de mishandeling eerder dit jaar, maar zegt zich niks meer te herinneren. Normaal gesproken word ik niet makkelijk boos. Nee, maar ik vraag me wat u zich van die dag nog kunt herinneren. Nee, die kan ik zeggen dat ik niet, kan niet herinneren. Zijn raadsvrouw vindt een celstraf veel te zwaar. Nou, als we gewoon puur kijken naar wat er gebeurd is, dan is de ernst daarvan relatief niet zo groot. Valt allemaal best wel mee wat er gebeurd is. Zullen we kijken naar wat er in vergelijkbare zaken ook wordt opgelegd, dan zou je gewoon uitkomen bij een taakstraf. En ja, voor mijn cliënt is dat des te belangrijker, omdat er voor hem gewoon heel veel op het spel staat, financieel gezien. Het Openbaar Ministerie wil hiervan niks horen. Volgens justitie is de arts dik over de schreef gegaan. Het gaat om een feit in dezelfde sfeer. Niet om een winkeldiefstalletje, maar het slaan van je moeder en je vriendin. En niet één keer, nee, meerdere malen. Vrijdag moet hij zich verantwoorden voor de tuchtrechter. En daar dreigt hij zijn artsenregistratie te verliezen.